Nou, dames en heren, van harte welkom bij de demonstratie van de Gizmo. Ook alle kijkers via Facebook, van harte welkom. Ik zal proberen zo hard mogelijk te praten, maar het is erg lastig in deze ruimte om goed verstaanbaar te zijn, zeker als er werken achter u aangaan. De Gizmo is in 1960 door Jean Tinguely gemaakt. Ik zou trouwens eerst mijzelf even introduceren. Ik ben Esther Meijer. Ik ben restaurator en ingehuurd door het Stedelijk Museum het afgelopen jaar om 13 werken van Jean Tinguely te restaureren en onderzoek te doen naar de maakwijze, maar ook vooral het historisch onderzoek wat alle werken meegemaakt hebben. Want de werken van Jean Tinguely bewegen en doordat ze bewegen gaan ze kapot. En omdat ze kapot gaan moeten er dingen vervangen worden, wil je ze weer werkend houden. En dat is in het verleden heel veel gedaan. En sommige dingen zijn gedocumenteerd, sommige niet, sommige al voordat de werken in ons in de collectie van het Stedelijk kwamen. En dat hebben we allemaal in kaart gebracht tijdens een conserveringsproject, een groot Tinguely conserveringsproject. En we hebben heel veel informatie over de werken verzameld, zowel historisch als materiaaltechnisch. De Gizmo is in 1960 door Jean Tinguely gemaakt en het was in de periode dat hij ook in New York zijn self-destructing werken maakte. En daar heeft hij een nieuwe techniek geleerd, namelijk het elektrisch lassen. En dat heeft hij mee naar Parijs genomen. En hij heeft een hele speciale lastechniek. Het moet vooral niet te mooi zijn. Het moet er een beetje als een klontjes bovenop liggen. En zo laste hij deze werken in elkaar. De Gizmo is naast dat het een kinetisch werk is, ook vooral een muziekinstrument. Dus als ik hem zo meteen aanzet, moet u vooral goed luisteren naar hoe de hamertjes tikken. Het probleem met dit werk is vooral eigenlijk de hamertjes. Want die tikken op de metalen onderdelen en daardoor ontstaan er gaten. En daardoor verandert niet alleen het geluid, maar ook hoe gaan we dat behouden? Dat als dat de originele werkonderdelen die erop zitten behouden blijven. En dat is voor ons restauratoren een continue ethische afweging waar we mee bezig zijn. Wat kunnen we vervangen? Hoe kunnen we dingen oplossen? Onderdeel van de parade zoals je hier kunt zien. Hij moest zijn werken die zo groot waren als deze, moest hij naar zijn atelier brengen waar ze verkocht konden worden. Kijk, er gaat alweer een werk aan, het piept en kraakt hij de hele tijd. En dat ging door de straten van Parijs, door Montparnasse. Hij had al zijn vrienden opgetrommeld en hij had een fanfare erbij en in grote optocht gingen ze door de straten. Dat kunt u hier zien. Nou, als die afgelopen is, dan ga ik deze voor u aanzetten. Je hoort het niet, hè? Ja, mooi, hè?